Mansour Badlou, directeur van Aluminium en Steelworks Suriname. Producten die gebracht worden onder de naam Impacto. Aan deze ondernemer vroegen wij wat zijn standpunt is ten aanzien van de nadere wijzigingen die men wil doorvoeren voor wat betreft de wet op staatsschuld. Mansour Badlou die reageert als volgt. We moeten één ding goed begrijpen en dat moeten we leren in Suriname. Zelf mensen van wie je het niet verwacht doen vaak eigenlijk een verkeerde benadering in deze gang van zaken. Dat wanneer je kritiek levert, dat wil niet zeggen dat je tegen een persoon bent of tegen een partij. Kritiek leveren of in de vorm van technisch en opbouwend kritiek wil juist zeggen dat je de persoon ondersteunt. Je kan iemand ondersteunen, maar tegelijkertijd mag je je kritiek leveren en moet je het ook doen. Op de wijze zoals jij als individu het probleem of de wijze waarop de persoon of de organisatie zich etaleert in de samenleving, om dat dan ook te zeggen van luister, ik vind het goed of ik vind het niet goed, ik zou het zo beter vinden. En waarom ik dit zeg, omdat vaak wanneer ik praat en ik krijg kritiek, dan voel ik aan dat men dus eigenlijk direct vindt alsof ik contra een partij ben of contra een persoon ben. Wanneer ik kritiek moet leveren aan partijen van vroeger, doe ik het gewoon. Ja? Als ik vind dat ze iets goeds hebben gedaan, ga ik het ook zeggen. Als ik zeg dat deze regering iets goeds heeft gedaan, ga ik het ook zeggen. Begrijp je? En veelal gemaakte opmerkingen zijn iets dat veel speelt de laatste tijd. En laten we praten over die twee bruggen. Zwaar, hè? Wordt vaak als voorbeeld aangehaald. Omdat het eigenlijk misschien, ja, niet misschien, het zijn historische momenten met betrekking tot de ontwikkeling van Suriname. En ze hebben ook hun toegevoegde waarde gebracht. En dan kunnen we natuurlijk, wat we in het Surinaam zeggen, een ogritje, een boom. Feit is, het is gewoon. Wat de achtergrond is en dat er mensen daaromheen geld hebben verdiend, ja, dat mag zo zijn, dat is misschien ook zo. Dat ontken ik ook niet, dat keur ik ook niet goed. Maar de twee bruggen moet je dan apart zien daarvan, begrijp je? Want ze hebben inderdaad heel veel gedaan in de ontwikkeling van het land. Maar daartegenover staat weer dat diezelfde regering ook fouten heeft gemaakt op andere vlakken weer. Dus wat men goed heeft gedaan, moet je zeggen, je hebt het goed gedaan. Wat je fout hebt gedaan, moet je zeggen, je hebt het fout gedaan. Begrijp je? En wat betreft bijvoorbeeld frontregering, geef ik ze de granie dat ze voor stabiliteit hebben gezorgd na 2000. Van 2000 tot 2010, een stabiele koers, begrijp je? Maar stabiliteit en welvaart zijn twee verschillende dingen. Je kan een koers stabiel houden, maar je hebt nog geen welvaart, begrijp je? Want om een koers stabiel te houden, heb je daarvoor de economische wetmatigheden. Als je goede economen hebt, als je goed behoorlijk en verantwoord bestuur hebt, dan kan je een koers stabiel houden. Maar wat about welvaart? Welvaart vertaal je als individu. Je vertaalt geen welvaart door te zeggen van, zoals men vaak zegt nu, we hebben ziekenhuizen gebouwd, we hebben wegen gemaakt, we hebben geïnvesteerd in woningen. De welvaart wordt berekend per individu. Dat wil zeggen, wat was mijn reëel inkomen in de periode 2000-2010? Je moet je als individu, wanneer je luistert naar politici, moet je die dingen voorbij laten gaan. Wat men heeft gebouwd, je moet die dingen even voorbij laten gaan. Je moet naar jezelf kijken. En dan moet je jouw salaris zeggen van tussen 2000 en 2010 verdiende ik. Of in een bepaalde periode verdiende ik 1000 SRD. En dat was gedeeld door 2,8. Bij 350, bijna $400. Nu heb ik een verhoging gekregen. Ik verdien nu zeg 2000.
Maar de koers is 8. Dus het is $250. Dus dan zijn er daaromheen wegen geasfalteerd of dat. Maar dat als individu heb ik daar geen boodschap aan. Ik heb daar geen boodschap aan als individu. Begrijp je? Want de personen en bedrijven die direct betrokken waren bij de bouw van dat soort dingen, die zijn er beter van geworden. En dan natuurlijk, ik als burger, omdat ik daarop mag rijden, of wat dan ook, maar voor mezelf, voor mijn huis, mijn gezin en zo, heeft het voor mij eigenlijk geen toegevoegde waarde als zodanig. Dus, om nu te komen op dat ding van de staatsschuld, wat men wil doen, wat ik begreep, is dus die strafbepaling weglaten. En dan aan de andere kant het plafond opheffen, denk ik. Wel, ik vind dat... Laat me niet daarover eigenlijk, daarop ingaan, omdat ik vind van... Dat is des politiek. En ik wil me niet inlaten in politieke dingen. Ik heb geen politieke kleur en zo. Maar dat moeten zij, maar ik vind dat moeten zij oplossen. Omdat ze zijn allemaal debet eraan, de coalitie en de oppositie. En om uit te leggen waarom ik zeg dat ook de oppositie daarin debet is, is omdat ze de coalitie altijd de gelegenheid hebben gegeven te doen wat ze willen. Alleen maar het feit dat toen de rechter vonnis had gewezen in de zaak van Sapoen. In de zaak van Sapoen en Gitan. Waarbij het hart van de democratische rechtsstaat terzijde is vertrapt is geworden en dus de democratische rechtsstaat terzijde is gelegd, omdat men het vonnis niet heeft geaccepteerd. Toen al zou de oppositie moeten ingrijpen. En wanneer je niet ingrijpt, dan geef je de mens de mogelijkheden om dus de lat steeds hoger te plaatsen. Dat is precies wanneer ik nu zeg, de politie nu zou zeggen, weet je wat, mensen die door rood rijden, we gaan het voorlopig gedogen. Begrijp je? Niet dat ze dus die stoplichten weghalen, nee. Ze zeggen mensen die door rood rijden, omdat de mensen een beetje haast hebben, we gaan het voorlopig gedogen, we gaan door de vingers kijken. Wat gaat het gevolg zijn? Mensen gaan kansen nemen en er gaan aanredingen plaatsvinden. Doordat je dus toen niet bent opgetreden om dus die democratische rechtsstaat te beschermen, die vonnis dat het gerespecteerd moest worden, zegt dan de andere partij nu van hey, het gaat toch goed. We kregen toch steeds onze zin. Men klaagt even, maar uiteindelijk kregen we onze zin. Dus weet je wat? Schuldenplafond, zelfde ding gaan we daar doen. We gaan het dus gewoon bij wet. Ze gaan zoveel babbelen en praten. Wat men moest hebben gedaan is, je moest vanaf toen, omdat het om de democratie gaat, mocht je niet deelnemen aan geen enkele vergadering. Ik zou aan geen enkele vergadering meer meedoen. Ik zou gewoon zeggen, luister, die democratie is vertrapt. Ik doe niet meer mee, doen jullie maar wat jullie willen. Wat je zou krijgen, dat zou internationaal aandacht krijgen op den duur. Begrijp je? En het zou niet zo blijven. Maar laat dat op een kant. Laten we dus daarom zeg ik, ik wil niet bemoeien in dit ding. Daarom wil ik niet. Dat is des politiek en allemaal, we maken wetten en alle wetten die we maken hebben altijd zoveel mazen. Die wetten worden met natte vingerwerk gemaakt. Terwijl we het wiel ook niet hoeven uit te vinden, we kunnen zoveel nemen van andere landen. En die dingen ook als een geïntegreerd onderdeel van onze wetten bijvoegen. Begrijp je? En
wat betreft dus die lening, mijn punt is, dat daarop ga ik ingaan. Ik zou de regering willen adviseren, ja, en op, zonder dus wie dan ook onaangenaam te zijn. Het gaat, ik doe het op de manier zoals ik de zaken zie, ja, dat zij de lening niet moeten nemen. Ongeacht het feit, als straks die alles goedgekeurd wordt in de assemblee, men moet het niet nemen. Kijk, je moet dat ding verbroken in Chimoni, laten we het zo even uitleggen. Dan gaat men het beter begrijpen. Ik ben een waroen. Of ik ben Moesje die bonjon verkoop, of ik ben Maya die rotis verkoop onder de markt eigenlijk. En ik wil een lening. Ja. En wanneer ik de lening wil nemen, ja, ja, ga ik een lening nemen die ik terug kan betalen. Ik ga niet een lening nemen die ik niet kan betalen. Dus ik heb de toezegging, want het is mijn bedrijf. Ik ben Maya, ik ben Moesje, ik ben Mae. Ja, mijn kinderen of mijn man of wie dan ook zijn akkoord. Ik mag de lening nemen. Begrijp je? Maar dan wanneer ik nu bij meneer Ganesh kom om de lening te nemen. Ja, en meneer Ganesh ziet dat ik wil lenen zoveel dat ik eigenlijk niet de verdiencapaciteit heb om het terug te betalen. Dan gaat meneer Ganesh, als hij een legale en een internationale of een gevestigde instituut is, mij zeggen, nee, je gaat je niet geven, want je kunt het niet betalen. Dus er zijn twee dingen die spelen. Eén, je krijgt, de schuldenplafond wordt opgeheven en je gaat lenen, ja. Maar dan ga je geen cash money kunnen lenen bij internationale instituten met heel lage rente. Omdat die internationale instituten, die weten van, hé, Suriname gaat het moeilijk terug kunnen betalen. En we gaan het land zomaar in problemen zetten. Dus liever geven we ze die lening niet. Maar die is een bank. Maar nu wil die bank niet en die internationale instituut. Dan ga je naar een woekeraar. Die woekeraar heeft niets te maken als je terug kan betalen. Je wilt 7000 lenen, maar je kan maar je verdient maar 4.000 of 5.000, je kan niet terugbetalen. Ik geef gewoon een voorbeeld. En de orde dus van mij en Moesje, zoals ik daarnet aanhaalde. Maar je geeft me een dekking van 50.000. Nou, in dat geval leent die woekeraar je dat geld. En dat is precies nou wat Oppenheimer is. Oppenheimer, ik heb het al jaren geleden gezegd, deze mannen zijn gangsters. Het zijn internationale woekeraars. En deze mannen zijn een machtige organisatie. Deze mannen zijn onderdeel van die hele Rothschild. Heb je van Rothschild gehoord in Amerika? Het is een hele verstrengeling van belangen van mannen met enorm veel power. Maar het zijn mannen die het bloed, die er niet voor deinzen, het bloed uit de nagels te halen van de arme landen. Wetende dat die landen in problemen zitten, de landen geld nodig hebben, om welke redenen dan ook, het zij politiek of wat dan ook. En daarom eisen ze zulke zware dekkingen.